Hey Kim, ben je aan het klaarmaken voor Peking? Ja. Mogen we je dan terwijl 22 vragen stellen? Ja, dat is goed, maar wel snel, want we moeten bijna vertrekken. Oké. Skeleton klinkt tof, maar wat is dat eigenlijk? Dat is hoofd vooruit met een slee van een ijsbaan afgaan. Zotjes. Wat is jullie maximum snelheid? We gaan tot 140 per uur. En wat zou ik er absoluut nog over moeten weten? We hebben geen stuur en ook geen remmen. Oké, moedig. Wie heeft dat bedacht? Ja, eigenlijk waren dat zatte Britten die met een slee van een berg afdaalden. Wat was je eerste liefde? Voetbal. Ah, toevallig. Wat is het beste aan opgroeien in Duitsland? Kort bij Bayern München te wonen. En het beste aan wonen in België? De leukste wafels. Krijg jij soms fanmail? Yup, van 50-plussers nog wel. Amai, lucky you. Wat is je grootste verborgen talent? Koken. Ik maak een heel goede scaloppine di limone. Lekker. Wat is je bijnaam? The Little Belgian. Welke serie kijk jij het liefst? Friends. En in welk personage herken jij jezelf het meest? Ik zou zeggen Joey, but Kim does chef food. Elke dag sushi of Bayern München kampioen? Dan toch elke dag sushi. Wat is je lievelingsmuziek? Ja, ik luister wel graag naar country. Kan je dan ook line dansen? Nee, absoluut geen danstalent. Spijtig. Welk advies zou je geven aan je 15-jarige zelf? Gewoon jezelf zijn. Wat is er cruciaal voor een goede skeletonie? De start is superbelangrijk, dus daar werken we heel veel op. Ready, set, go! Waar ben je het meeste trots op? Ik denk dat ik de eerste vrouw op de Spelen was in het skeleton. En waar droom je 's nachts nog van? Van de eerste skeletonmedaille. Kan je al een woordje Chinees? Ni hao en xie xie. Chic. Voor welke goede zaak zet jij je in? Probeer te helpen om mensen meer comfortabel te maken om uit de kast te komen. Vooral in de sport dan. Ah, en is er dan een gelukkige die thuis voor jou supportert? Ik denk dat al 22 vragen waren, dus ik moet nu echt wel doordoen. Oh, oké. Okay. Succes in Peking, hè, Kim? Merci.